Hoor je dat? Hm? Waar is ze dan? Hey, buongiorno, ma che bella giornata, un giornata particolare, vieni qui! Waar is ze dan? Hey, de ijskoman! Precies! Kom op, Rick. Ja, maar Pino, cosa fa? Pino. Niet met je neus in mij. Ijsjes. Hallo, zegt u het maar. Doet u voor mij maar een bolletje vanille, ja? Vanille. Ja, si. En jij? Vanille. Wat neem jij? Allora. Ook vanille? Nee, Rick. Vanille. Rick, je moet aardbeien nemen. Aardbeien, lekker. Nee. Citroen. Citroen. Lekker. Più bello citrone del mondo. Anders neem je toch chocola? Nee. Chocola? Nee. Ja, Rick, zeg dan wat je wel wil. Nee. Ik hoef helemaal geen ijs. Maar alleen slagroom mag ook. Ugh, nee. Nee. Allora, dan ga ik maar weg. Ja, dat is goed. Ja, dag. Morgen. Ragazzi, tot ziens. Allora, buongiorno. Ja, daar heb je het weer. Het geluid van die bellen. Dat vind ik toch zo schitterend. Bedroefd. Blij. Bedroefd. Daar gaat hij weer. Alle remmen los en vol gas. Van onderen. Handen hoog. Go, go, go. Stamp en hiel. Steek die hand maar in de lucht. Go, go, go. Kom uit je stoel. Go, go, go. Handen hoog. Go, go. Stamp en hiel. Iedereen nu op zijn plaats. Go, go, go. Maak de hoel. Go, go. Steek die handen in de lucht en laat ze maar eens lekker wapperen, man. Boy, 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 boy. Hier is het Sesamstraatjournaal met Tommy. Ja, het belangrijkste nieuws van vandaag is dat er helemaal niks is gebeurd. Niks? Maar we hebben... Er is dus helemaal niks gebeurd en dat komt omdat het zo ontzettend mooi weer was. Ja, Tommy heeft lui in de zon gelegen met Inni Minni... En Pino. Ja, dat wou ik nou net zeggen. En omdat het in de zon zo lekker warm was, is Tommy met Pino en Inni Minni in het opblaasbad geweest. Frank heeft enorm staan blazen. Ja. En daarna ging Tommy in de zon liggen om weer droog te worden. Lekker lui. Ja, maar jij niet alleen, Tommy. Inni, jij toch ook? Ja, wij ook. Ja. Pino en Inni Minni lagen, net als Tommy, ook lui in de zon om op te drogen. Ja. Tommy heeft een ijsje gekregen van Sien. Ja, jij niet ook. Alleen! Sien is erg aardig. En daarom kregen Inni en Pino ook een ijsje. Ja. 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 Daar hebben Inni Minni, Pino en Tommy lekker lui aan liggen likken. Verder kon er niks gebeuren. Want Tommy was lui. En Pino en Inni Minni ook. Ja. Dit was het luie journaal over niks. Misschien gebeurt er morgen wat. Nou ja, maar het was wel een fijne dag. Hè, Pino? Hartstikke fijn, Inni. Ja. Ja. Oeh. Jongen, wat hou ik van chocolade-ijs. Ja. Ik hou zoveel van chocolade-ijs. Dat ik alles opgegeten heb. Eigenlijk heb ik ook Bert's hele portie opgegeten. Ik,
Ik kan toch zo zien, toen ik mijn portie op had, dat ik ook de zijne nog heb opgegeten. En ik weet niet wat ik nu moet doen als hij thuis komt. Want hij zal vast vragen naar zijn chocoladeijs. Oei. Hallo, Ernie. Dag Bert. Hoe gaat het ermee? Met mij gaat het goed. Met jou ook? Goed. Mooi, ja. Ik verheug me echt op mijn chocoladeijsje wat ik nu ga opeten. Kun je het even voor me halen? Het staat in de koelkast. Vooruit, haal het even voor me, ja? Jij wilt chocoladeijs? Ja, ik wil chocolade. Ja, ik wil het nou. Kijk, Bert, er is iets dat ik je eerst moet vertellen. Nou, vertel. Dat kan je toch straks vertellen? Haal nu eerst even het ijsje voor me, ja? Wil je? Vooruit. Je hebt zin, hè? Ja, ik heb wel echt weer trek erin. Goed, Bert. Het chocoladeijs, toch? Ja, schiet nou op. Ik moet het nu. Chocoladeijs. Ja, heerlijk. Chocoladeijs. Is even lekker. Alsjeblieft, kijk eens aan, Bert. Hier is een fijn bordje chocoladeijs, speciaal en alleen voor jou. Ernie? Ja? Wat is dit? Nou, dat is chocoladeijs. Chocoladeijs. Ernie, dit is helemaal geen chocoladeijs, hoor. Geen chocoladeijs? Nee. Waaraan kan jij nou zien dat het geen chocoladeijs is? Doe nou, Ernie, dat weet je zelf toch ook wel. Kijk nou eens, dit is hard en chocoladeijs is zacht en papperig. Oeh, juist, juist. Zacht en papperig. Nou, ogenblikje, Bert. Wat ga je nou doen? Even kijken, hier heb ik al iets. Ja. Wat we gaan doen, dat is het gewoon een beetje papperig maken. Als jij je ijs papperig wil hebben, dan maken we dit ijs gewoon papperig. Wat doe je, Ernie? Ernie, stop er maar mee, hoor. Nu is het papperig, hè? Dus papperig. Maar wat dan nog? Ja. Ijs is toch ook koud? Dit is niet koud. Koud? Doe niet zo dom, Ernie. Roomijs is ook koud. Oh, juist. Goed. Goed. Ogenblikje. Maak je in orde. Kom best in orde, Bert. Wat doe je daar, Ernie? Zo, kijk. Ik heb hier wat ijsblokjes. Zie je wel? En de ijsblokjes doe ik hierin. En het wordt allemaal zacht en papperig en koud. En dacht je dat dit er was? Hè? Lijkt dat soms niet op roomijs? Ja, prima. Maar het chocoladeijs is ook nog bruin, hè? Bruin? Ja. En schiet een beetje op, hè, nou. Ogenblikje, Bert. Kom best voor elkaar. Oh, waar is hij nou weer? Waar ga je nou... Kijk, ik heb hier een sausje. Zie je wel, Bert? Lekkere chocoladesaus. En die gieten we langzaam mooi over het roomijs heen. Kijk eens aan. En? Hoe is dat? Nu is het niet alleen papperig en koud, maar ook bruin. Jawel. Hallo, jongens. Kijk eens wat ik heb. Oh, hallo, Oscar. Kijk, de ijskomman geeft me net 2 chocolade-ijsjes. Ja. Chocolade-ijsjes? Ja. Ja, ik kan ze niet allebei op, dus dacht ik, misschien dat 1 voor jullie te hebben. Oh, eentje, Oscar, mag ik zo'n lekker ijsje van je hebben? Tuurlijk. Ah, lekker, heerlijk. Ernie, jij krijgt straks... ik neem... Ja, oeh, wat lekker, zeg. Dankjewel, hoor. Wat is dat? Kijk, dat is... Het lijkt wel op geplakte banaan met blokjes ijs en een chocoladesausje. Ja, daar lijkt het wel wat op, maar wat het werkelijk is... Op één na, mijn lievelingstoetje. Ernie, ouwe jongen, voel jij er wat voor dit ijsje te ruilen voor dit bord geplakte banaan? Met een koud sausje? Beste Oscar, maar je meent toch niet dat je dat spul wilt opeten? Oh, nee? Kijk maar. Mijn grote broer is anders, ik weet niet goed waarom. Hij wappert met zijn handen en praat een beetje stom. Met het stuk ijs de hele tijd. TV, mijn jongen. Met dat grote stuk ijs
ga je me helpen uitleggen wat het tegengestelde is. Oh ja? Ja. Weet je wat tegengesteld is? Nee. Nou, tegengesteld zijn twee dingen die zo erg van elkaar verschillen als maar mogelijk is. Zoals groot en klein. Is groot het tegengestelde van klein? Ja, en klein is het tegengestelde van groot. Snap je nu? Ja, maar wat heeft dit grote blok ijzer mee te maken? Nou, het is een hint. Een hint? Geef je mij een hint? Ja. Hey, wat is u toch aardig, hè? Let nu goed op. Hier komt dan de eerste vraag. Wat is het tegengestelde van warm? Oscar, geen idee. Oh, dit ijs is zo koud. Koud? Dat is goed, TV. Het tegengestelde van warm is koud. Oh ja? Ja, en nu de volgende. Wat is het tegengestelde van zwaar? Het tegengestelde van zwaar? Oh, Oscar, ik weet het niet. Nou, dan geef ik je weer een hint. Wat zou je willen dat dat blok ijs was? In plaats van zwaar. Licht natuurlijk. Dat is het. Ik zal je nog iets vragen. Wat is het tegengestelde van droog? Droog? Oscar, dit ijs smelt en daardoor word ik helemaal nat. Je hebt het alweer goed. Het tegengestelde van droog is nat. Omdat je het zo goed doet, krijg je van mij nog een hint. Wat is het tegengestelde van slim? Het tegengestelde van slim? Denk er maar over na. Ik ben zo weer terug. Haha. Wat ben je? Lik. Slik. Lik. Mijn tong gaat heen en weer. IJsje wil smelten. Maar elke keer als een straaltje naar beneden glijdt, ben ik lik, slik, lik. Nog net op tijd. Oké, dames en heren. Ja? Het is tijd voor een goed verhaal. Ja. Tijd voor een verhaal van... Ik weet er nog. Appie. Ik ook. Appie en opa. Appie en opa? Zullen we dat doen? Ja. Dan gaan we gaan kijken. Ik doe gewoon hier blind het boek open. En het zit verkeerd. Dan nemen we deze bladzijde. Ja. Het is een verhaal over... Het lijkt wel of er in die bakken allerlei... Een bakken met ijs. Ja. Ja, het zit allemaal ijs in. Dat heb je goed gezien. En opa en Appie. Nou, we zullen eens kijken. De zon schijnt. Appie en opa gaan een ijsje kopen. Hé, hey, lekker. Opa wrijft over zijn buik. Waarom ben jij zo dik? Vraagt Appie. Lijkt net of een baby in zit. Ja, opa lacht. Ik eet een beetje te veel ijsjes. Die zitten allemaal in mijn buik. Komt nog een mevrouw aan. Die heeft ook een dikke buik, zie je? Ja, nog een ietsje dikkere. Ja, ze koopt ook een ijsje. Heeft zij ook te veel ijsjes in de buik? Nee. Net of ze zwanger is. Ja, wat heeft zij in de buik? Babytje. Ja. Ja, dit is een babytje, zegt opa. Krijgt die baby dan ook een hapje van dat ijsje? Ja, misschien wel. Maar kan de baby het ijsje ook proeven? Vraagt Appie. Nee. Opa denkt van niet. Nou, dan moet de baby er maar snel uitkomen. En zelf een ijsje komen eten. Hè? Het was het alweer. Het zijn lekkere korte verhaaltjes, hè? Ja. Maar wel lekker. Het zijn lekkere verhaaltjes. Ja. Dag Appie. Dag opa. Tot de volgende... Keer.